vanuit het prachtige Brabant. Zoals beloofd in de laatste video van het Veluwe Zwerfpad ga ik wat nieuws doen. Namelijk het Brabantse Vennepad lopen. En deze route hadden Rian en ik al een tijdje geleden gepland. Maar toen was het slecht weer. En volgens mij is deze route echt met uitermate geschikt om het mooi weer te doen vandaag. Dus we hebben gewacht tot het zonnetje ging schijnen. En we lopen vandaag van Oosterwijk naar Bokstel in ongeveer 22 kilometer. We staan nu midden in de prachtige natuur bij Groot Spijk. Maar ja, het is helaas gesloten vanwege corona. Dus ik ga jullie vandaag meenemen door het mooie Brabant. Kijk nou jongens, dit is echt 5 minuten lopen van het beginpunt. En we hebben meteen al dit moois. Ik word hier echt zo blij van. We hebben 1 kilometer gehad en kijk eens wat we tegenkomen in het bos. Oftewel, tijd voor koek en zopie. En het wordt nog een hele lange dag als we zo vaak gaan stoppen. Maar Rianne zei al dat we niet zo heel veel meer tegenkomen onderweg. Goed, deze heb ik al 3 keer opnieuw moeten inspreken omdat ik niet zo goed wist wat ik wilde zeggen. Maar we gaan weer verder, we zijn onderweg. 1 kilometer gehad dus en er is nog 21 te gaan. We gaan niet meer stoppen denk ik, hè? Nee, ik moet gewoon doorlopen vanaf nu. Dus, maar het zonnetje schijnt jongens, ik word hier echt zo blij van. Zal ik een winterjas aan doen voor de zekerheid of toch maar mijn zomerjas? Ja, zelfs mijn zomerjas is uit. Ik heb net een trui aan. Echt dankbaar voor dit soort momentjes. Vooral in coronatijd waarbij je dus niet naar het buitenland kan. Maar waarbij je dus wel dit soort mooie plekken, wat echt maar een uur rijden van mijn huis is, kunt gaan ontdekken. De Venne even achter ons gelaten hebben van de Campina. Hier achter ligt een soort van boerenland. En we hebben nu 10 kilometer gehad. Het is al 1 uur 's middags, dus het schiet lekker op. Maar we hebben net in het zonnetje gezeten. Genoten van het mooie weer. Het begint nu wat bewolkt te worden, maar nog steeds lekker aan de wandel dus. Nu bij een vennetje aangekomen waar ik omhoog loop. Dus ik ben heel benieuwd wat ik dan ga aantreffen als ik zo meteen bovenaan kom. Het voelt een beetje alsof ik een water aan het beklimmen ben ofzo.
bestaat een leuke uitkijktoren. En die gaan we even beklimmen of in ieder geval kijken of die open is vandaag. We steken nu de Bierzen weer over. Daar voor ons ligt het industrieterrein van Boxtel. Dus we zijn er bijna. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.